5 Essential Tracks. Normaal gesproken zit ik met een muzikant om te vragen naar invloeden, de liedjes die je terughoort in zijn of haar werk. Maar in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 dacht ik, ik kan me niet voorstellen dat een lijsttrekker niet ook gewoon van muziek houdt. En misschien hebben die liedjes ook weer invloed op zijn of haar werk. Geen idee, gaan we achterkomen. Want voor de eerste politieke aflevering van 5 Essential Tracks spreek ik met Emiel Roemer. Emiel, welkom. Dankjewel. Ontzettend fijn dat u hier wil zijn. Ja. Laten we gelijk beginnen. Ja. Vijf liedjes. Ja, begint u er maar met eentje. Wat is nou een heel bijzonder liedje voor u? Nou, ik heb er in ieder geval eentje uitgezocht waar ik mee opgegroeid ben. Ik heb 3 oudere broers en daar krijg ik dus heel veel invloeden van thuis uit. Want ja, die begonnen al met platenspelers alle plaatjes te draaien. En op een gegeven moment zit er dan ook muziek bij waarvan je zegt van, wauw, die vind ik mooi. En er is er één bij die ik eigenlijk altijd onthouden heb en die ik zelf heb en die ik nog steeds blijf draaien. En dat is dan wel weer, ik denk al bijna 40 jaar geleden of zo. Maar dat is van QB and the Blizzards. En een van die eerste nummers waarvan ik echt dacht van, wauw, dit is echt goed. Dat was Apple Knockers Flophouse. So if you come to our Apple Knockers place, we come to us, honey, wear a smile on your face. Track nummer 2. Een van de bands die ik echt live gezien heb, was op het Aardschokfestival in Zwolle, 1985. Eigenlijk de hele zaal kwam voor de vierde band, die niet eens de hoofdact was. En dat was voor de eerste keer in Europa, van Metallica. Ik kan me dat nog zo ontzettend goed herinneren, dat ze daar op het podium stonden en de hele tent toen ze begonnen, dat ging naar voren. En van de eerste tot de laatste seconde, de hele tent zong alles mee. Die bandleden die waren flabbergasted. Ja, geen idee, wat gebeurt hier? En sinds dat moment ben ik echt zo'n groot fan geweest van Metallica. Ik heb ze geloof ik een keer of 5, 6 live gezien. Mensen zijn best wel verbaasd als ik zeg, wat is je lievelingsmuziek? Nou, zet hoe harder hoe beter. dus het is echt ontzettend leuk. En ik ga graag naar concerten. Forta Rock geweest met mijn vrienden, inderdaad wat ik al zei, een aantal jaren naar aardschokfestivals. In de auto, dan zit ik lekker alleen, want mijn vrouw vindt helemaal niks aan. Af en toe. Nee. Dan vergeet ik de radio weer even wat zachter te zetten en dan start zij de auto. En als we met een koptelefoon op het plafond en dan krijg ik dat s'avonds dan weer te horen. Het heeft ook zelfs een paar hoogtepunten opgeleverd. Als Emiel Roemer ook voorbij rijdt, dan is het ook Ik probeer me nu wel een beetje auto in te houden. Zo van, maar ik sluit het niet uit. Okay. Ik sluit het niet uit. Oh, sorry, u zei een paar hoogtepunten. Ja, omdat men dacht van, hey, Emiel Roemer en hardrock. Toen kreeg ik op een gegeven moment heel leuk een uitnodiging van de Zwarte Cross. Of ik daar gast VIP-DJ wilde zijn in de heavy metal bar. Nou, daar zei ik geen nee tegen. Nee. Dus ik heb daar 2 jaar geleden begonnen. Vorig jaar ook gedaan. En volgens mij is dat weer gereden op dit jaar weer. Ook weer, ja. Ja, dat is de meiligste. Had u ooit eerder plaatjes gedraaid als DJ voor een publiek? Nee. Want dan moet je toch ergens beginnen. Oké, wat neem ik mee? Met mijn vrienden werd gezegd van, jongens, wat zullen we eens gaan doen? En we hebben thuis een beetje zitten oefenen. Dat is wel een mooi nummer. Die moet ik zeker. Nou, op een gegeven moment heb je veel te veel. Ja, ja, ja. Dan ga je ook kijken van hoe lang duren de nummers. Want je hebt een uur. Nou, en op een gegeven moment heb je er met een paar reserves. En daar word je gelukkig een beetje geholpen. Waarom een beetje praten tussendoor? Of alleen maar doorstarten? Van de een naar de ander. En hopen. De eerste keer was helemaal mooi met die tent. Meteen een pit in het midden. En, ja. Kom maar op, knallen met die handen. Er staan ook een paar mensen van, is dat? Nee, dat kan het niet zijn. Precies. Dus ik vond het hartstikke mooi. En welk Metallica nummer staat in de lijst van 65 tracks? Want de keuze is immens. Het is echt immens. One vind ik een hele mooie, maar je kunt ze eigenlijk allemaal noemen. Sommige zijn ook vooral live heel erg mooi, maar One is wel een van de... Toch maar One is wel het meeste werk, toch? Het prachtig meeste werk. Ja. Nummer 3. Even een totaal andere kant op. Ik ben een groot fan van blaasmuziek. Als saxofonist, een beetje saxofonist, vind ik dat heel mooi. Maar er is er één bij en ik krijg elke keer weer kippenvel als ik die hoor. En dat is ook een van de culthelden als het gaat. Het is dan wel geen saxofoon, maar dat is Kiteman. Ja, wauw. En als je het nummer op, zeker het live versie van Sorry hoort, wat die gespeeld is op Lowlands. Nou, ik heb hem al 100.000 keer gehoord en bij de 101ste keer, dan krijg je weer kippenvel. Ja. Dus laat iedereen stil zijn en luisteren en genieten. Zet de knop op 10 voor Sorry van Kiteman.
Nummer 4. Een van de helden, maar ook vanwege de tekst van het nummer. Het is de scene met Iedereen is van de wereld. Hij kan ons helaas niet meer brengen voor ons. Dat is echt een gemis voor de Nederlandse muziek. Maar het is natuurlijk een prachtige boodschap. Ik vind dat ieder kind, waar je ook geboren bent, waar je wieg ook gestaan heeft, niet afhankelijk mag zijn van of je ouders een dikke portemonnee hebben, maar iedereen moet de gelijke kansen krijgen om iets van zijn leven te maken. En daarom is er geen mooier nummer om dat te laten horen door T. Lau met de scene. Ja, de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld. Ja. Het is zo'n warm nummer. Dat moet je doen. En ik heb de pas op jou gezondheid. Want jij staat niet alleen. Maar iedereen is van de wereld. De wereld is van iedereen. Nummer 5. Ik heb er dan uiteindelijk toch voor gekozen om een historische kraker bij te halen. En dat is Led Zeppelin. Oh, ze hebben de muziek echt wel op zijn kop gezet. En eigenlijk moet je daar andere versies kiezen of andere nummers kiezen dan je eigenlijk wil. Maar ga toch voor Stairway to Heaven, omdat dat toch wel het nummer is van Led Zeppelin die iedereen kent en over 100 jaar iedereen nog steeds moet kennen. En als je dat voor elkaar wil krijgen, dan moet je hem gewoon blijven draaien. En sommige nummers, ja, die raak je nooit meer kwijt. We weten nog wel wanneer we voor het eerst Stairway to Heaven hoorden. Ik ben van mezelf niet, hoor. Dat is in diezelfde tijd geweest dat ik thuis de muziek van mijn broers te horen kreeg. Mijn oudste broer was ook fan van rock. Die kwam met LP's thuis van Frank Zappa, van QB en van Led Zeppelin. Dus daar ben je echt wel mee opgegroeid. En sommige nummers, ja, die raak je nooit meer kwijt. Ontzettend bedankt voor deze prachtige 5 liedjes. Heel graag gedaan. Dank voor je uitnodiging. She's buying a stairway to heaven.